Het squashteam van het Haagse De Diepput doet het heel goed in de Nederlandse bekercompetitie. Dat van het Noordwijkse Estec in de regionale finale van het district Zuid-Holland met 5-4 al was gewonnen, speelde het vrijdagavond voor een plaats bij de beste 16 teams van Nederland tegen de Harder uit Harderwijk. Dit zijn beelden van Ronald Koppelen in het witte shirt namens De Diepput tegen Aldo Centino van de Harder. Koppelen verloor de eerste game met 7-9, maar wist de volgende drie games met 9-2, 9-3 en 9-4 naar zich toe te trekken, waardoor de Hagenaars een belangrijke voorsprong namen. Beide damessingles van Marjolein Anema en Esther Liebe die werden zonder gameverlies door De Diepput gewonnen. En dus ging het heel erg goed met die Haagse vereniging. Dit is de mixed dubbelpartij met Esther Liebe en Ronald Koppelen in de witte shirts. En die konden de overwinning voor de Hagenaars veilig gaan stellen. En dat werd een enerverende wedstrijd, gewonnen door de Hagenaars met 15-6 en 17-14. En de eindstand werd 7-2 en De Diepput gaat door naar de beste 16.